Goedemorgen en welkom wederom op een Wonderware Wednesday webinar. De vorige webinar zijn we uitgebreid stil blijven staan bij eh, smart cities bij manufacturing analytics, bij manufacturing intelligence, zijn we stil blijven staan bij, bij manieren om efficiënter, slimmer en beter met, met informatie om te gaan. Uh, vandaag zetten we die lijn verder en vandaag zoomen we in op het onderwerp energy management. Maar dat doe ik niet alleen. Uh, bij mij in de studio een, een tweetal gastsprekers uh, die ik heel graag aan u wil voorstellen. Aan de ene kant... Olivier Bar Bartholomé van Schneider Electric. Olivier, misschien kun jij jezelf heel even kort aan de, aan de kijkers uh, voorstellen. Ja, goeiedag. Ik ben Olivier Bartholomé. Ik werk bij Schneider Electric. Uh, bedankt voor de uitnodiging. En uh, ik ben daar om uh, van het energiemanagementprogramma te spreken. Super, dankjewel. Aan de andere zijde, Bram van Genebed. Bram, welkom. Namens Barry Callewoud hier aanwezig. Misschien kun jij ook heel even kort uh, de kijkers uh, Vertel wie je bent. Ja, zeer zeker. Bedankt voor de uitnodiging alvast, Erik. Ik ben Bram van Genabet, verantwoordelijk bij Barry Callabout voor de industrial digitalisation. Zeg maar alles wat te maken heeft met industrie 4.0. En daarin speelt energiemanagement uiteraard een heel belangrijke rol voor ons. Super, Dus, dus... Praktijk is aanwezig, daar kunnen we mee verder gaan. Maar voordat we aan de praktijk beginnen, gaan we heel even een stukje theorie uh, ophalen. Wat we vandaag niet gaan doen, is u uitgebreide productdemonstraties geven. U uitgebreid laten zien hoe goed dat wonderwerk met dit soort technologie om kan gaan. Wat we vandaag doen is heel simpel: we schetsen de basis, uh, we proberen een stuk bewustwording te creëren, we nemen u mee naar de praktijk, uh, waar u hoort hoe anderen. Uh, Energiemanagement be, bedrijven en, en wat ze daaruit halen. En daarnaast uh, gaan we kijken naar hoe je dan die volgende stap kunt zetten. Nu, als we naar energiemanagement kijken, dan, dan kun je eigenlijk dat, dat hele concept op een hele simpele manier uittekenen. Vandaag de dag zit, zit u als, als, als klant, als, als gebruiker, als, als energiemanager al op een gigantische bron van data. Of het nu gaat om productiedata, of het nu gaat om, om, om gebouwen die u beheert, dat maakt niet uit. U zit op een gigantische bron van data. En het enige wat u moet doen, is zich bewust zijn van het feit dat die data er al is. En daar iets slims mee gaan doen. Dus als we, als we eens heel even in die goudmijnen gaan kijken, want wat zien we daar bijvoorbeeld in het voorbeeld van, een, van een, een, een productiebedrijf? Dan zien we daar informatie over de shifts, over de opdrachten. We zien informatie over wie. Waar welk recept heeft toegepast. We zien informatie over de temperaturen, omgevingscondities, procescondities enzovoort, enzovoort. We hebben heel veel bronnen van informatie die gewoon aanwezig zijn. Bronnen die vaak niet gekoppeld zijn, bronnen die los van elkaar staan. Maar als u dat op een hele slimme, eenvoudige manier uit het, 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 die goudmijn naar voren haalt, en, en daar zijn technieken voor. En zoals u dat weet, kunnen we bij Wonderwer daar absolu absoluut een stukje bij helpen. Uh, dan kunt u die informatie naar u toe brengen. Die data, die verschillende bronnen van data, aan elkaar koppelen, context aan voorzien, uh, waardoor u informatie creëert. Waardoor u informatie creëert waarmee u energiemanagement, maar ook andere zaken efficiënt en op een goede manier kunt, uh, kunt, kunt beheren. Uiteindelijk, waar gaat het om? Het gaat om meten. En meten is weten. En, en mijn achtergrond zit in de regeltechniek, daar gaat het om. Als je niet meet, weet je het niet, dan kun je er heel weinig mee. Onderbuikgevoel is niet de beste bron van, van informatie. Dus die data die er al is, daar beginnen we mee. En dan in de volgende stap gaan we verder kijken hoe we met die data op een slimme manier het, het, onze processen kunnen verbeteren. Het beheer van de gebouwen kunnen be, be, uh, verbeteren. Uh, infrastructuur op een, op een correcte manier kunnen doen. We brengen verliezen in kaart. We brengen die heel duidelijk in kaart. Uh, we gaan kijken hoe we die verliezen kunnen, kunnen voorkomen, hoe, hoe we dat op kunnen lossen. En we gaan denken aan programma's om dat continu te blijven doen. Maar dat is puur vanuit de techniek geredeneerd. Daarbij gaan we wat minder energie verbruiken, gaan we waarschijnlijk wat geld verdienen. Maar ik vermoed de allerbelangrijkste reden waarom dat u met energiemanagement bezig moet zijn, is uw klant. En, en als we daarover nadenken, hè, bedoel, we, we hebben net gekeken naar, naar besparingen, energiebeheer, efficiënter, sustainability, cetera. Uw klant, of dat het nu iemand is die een gebouw van u huurt, of dat het iemand is die een, een, een product bij u koopt. Uw klant gaat van u vragen om goed met energie om te gaan. Om goed om te gaan met het milieu, met de toekomst, met CO2, met carbon footprint. Om ervoor te zorgen dat er voor de kinderen en de kinderen van uw kinderen ook nog een toekomst is. Dus... Ik vermoed dat als we alle technologie links laten liggen en we kijken puur naar wat een van de belangrijkste drivers zou moeten zijn voor sustainability, dat, dan is het de klant die u bijna oplegt om dit te gaan doen. Onderzoeken zometeen zullen aangeven dat het speelt, dat, dat de producenten de indruk hebben dat het speelt. De ervaring leert dat de druk vanuit de klant, vanuit de gebruiker, nog, nog vele malen groter is. Goed. Dat is op een hele eenvoudige manier uitgetekend wat, wat energiebeheer. Uh, betekent, hoe je daarmee om zou moeten gaan en, en wat mogelijk de drivers zouden zijn. Als we uh, vandaag gaan kijken naar, naar de toekomst, naar daar waar we naartoe gaan, uh, dan zien we dat de wereld gaat veranderen. Ja? Er komen meer mensen bij, uh, landbouwgebieden zullen, zullen verdwijnen, noem het allemaal maar op. Er gebeurt van alles. Waar gaan we vandaag op inzoomen? Op een aantal van die aspecten. En dan met name energie. En dan denk ik aan water, lucht, perslucht, stoom, gas. Noem het maar op, elektriciteit. Dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Dat gaan we meten. Dat gaan we in kaart brengen. Daar gaan we van leren. Dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat kunnen we eigenlijk in drie hele simpele stappen doen. En de eerste stap is gewoon het, het bewust worden. Je bewust worden van het feit dat, dat, dat energie. Management belangrijk is. Dus het beheer van energie, het goed omgaan met energie, dat dat een belangrijk gegeven is. Op het moment dat die bewustwording er is, en als organisatie wil je er iets mee gaan doen, dan ga je verbeteringen doorvoeren. Nogmaals, eerst ga je meten. Als je, je meet, dan kun je daar iets mee doen en kun je verbeteringsprogramma's opzetten. En dan in de derde fase gaan we naar continuous improvement. Dan gaan we continu verbeteren. Dan gaan we dat wat we hebben ingevoerd monitoren scherper stellen enzovoort enzovoort, waardoor de standaard steeds verder stijgt, waardoor uw carbon footprint afneemt, waardoor uw kosten afnemen enzovoort enzovoort. Deze drie stappen zullen wij vandaag tijdens dit webinar eh, gaan benoemen. En het, het begint bij het in kaart brengen van die energiestromen. En u krijgt eh, gas, water, licht, noem het allemaal op. U, u krijgt, en licht is dan misschien de verkeerde term, elektriciteit, u, u krijgt die informatie binnen u krijgt, dat toegeleverd. U gaat misschien in uw productieomgeving zelf nog, nog secundaire uh, stromen genereren en toevoegen aan het geheel. De kunst is in kaart brengen van wat hebben we en waar gaat dat naartoe. En als we dat, zoals het in, in dit voorbeeld wordt weergegeven, dat grafisch gaan weergeven, dan zien we direct de grote verbruikers. Dan zien we daar waar misschien zelfs verliezen optreden. Uh, dan zien we op een hele eenvoudige manier van, van waar gaat mijn kostbare energie in het algemeen uh, naartoe. Welke machines, welke lijnen, tot en met uh, dat zullen we zo meteen in het verhaal van Barry Callebaut horen, tot en met welke productieruns, welke batches, welke producten uiteindelijk uh, die eraan gekoppeld worden. Dus we brengen dit soort informatie in kaart. We zijn bewust van het feit dat we die informatie zinvol, duidelijk en helder willen krijgen. Bewustwording. He, daar, daar begint het allemaal mee. En als we dan uh, aan de hand van, van, van deze Senki-diagrammen. Uh, een, een beetje een beeld hebben van waar gaat on, onze energie naartoe. En, en wat doen we ermee? En waar kunnen we mogelijk gaan besparen? Waar zijn verliezen? Waar zijn onverwachte verliezen, enzovoort, enzovoort. Uh, dan kunnen we de volgende stap gaan zetten. En die volgende stap is dan gaan kijken van oké, okay, laten we dan een energiebeheersysteem, een energiemanagementsysteem in gaan voeren. Uh, vraag één die je dan waarschijnlijk stelt: is van, van heb ik daar iets aan? Is er in mijn industrie nog wel iets? Uh, te verdienen? Is er nog, nog, zijn er nog besparingen te vinden? Dat uh, hebben we heel even geleend uit een onderzoek van LNS Research. LNS Research heeft richting uh, de energiemanagement een onderzoek gedaan. We hebben een, een paar honderd uh, grote bedrijven gecontacteerd en ze hebben, die hebben de vraag gesteld: van Oké, okay, ben je hiermee bezig? Is er hier nog geld te besparen? Enzovoort, enzovoort. En of het nu gaat om, om hele zware industrie, energie. Absorberende uh, industrie, of, of het gaat om. om, om de wat wat minder energieverbruikende organisaties, productiebedrijven. Over het algemeen kun je stellen dat ongeveer een 25% van de energiekosten nog te besparen zijn. Nog het dat zijn de kosten. We hebben het niet over, over het feit dat, dat de klant ontparend gaat kiezen voor producten die, die sustainable zijn. Die, die een hele lage, of misschien wel een positieve carbon footprint hebben. Dus, dus dat is heel duidelijk. Er is. Er is besparing mogelijk. He, dus, dus als die vraag bij u nog leeft, van ja, maar kunnen wij wel iets besparen? Uh, dit onderzoek bewijst in ieder geval dat dat mogelijk is. En het volledige rapport is ook op hun website uh, te downloaden. Als we wat verder in dat, in dat rapport gaan kijken, wat, wat zien we dan? Uh, waar, uh, uh, wat, wat zijn de, 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 de drivers, de, de redenen waarom dat men. Energiemanagement gaan doorvoeren. Nou, verlaging van kosten lijkt me heel erg logisch. Ja. Uh, het, de, de informatie zichtbaar maken. Het beantwoorden aan de vraag van de klant: ik wil een product wat, wat, wat een lage carbon footprint heeft. Maar, maar ook gewoon de board of directors, die ooit heeft bedacht van wij moeten sustainable zijn, wat als een driver door een organisatie heen wordt gedaan. Eh, een van de grootste uitdagingen, we zullen zo meteen wat verder ingaan op uitdagingen, is het feit dat er moet commitment zijn vanuit het management. Dat zullen we zo meteen in het verhaal van Barry Callebaut ook horen. Het management heeft gezegd, dit is belangrijk, hier gaan we mee verder. Hier gaan we ons, onze investeringen op inzetten. Aan de ene kant maakt het ons een beter bedrijf. En aan de andere kant eh, verdienen we waarschijnlijk ook nog een paar centen mee. Maar het eerste is, is absoluut het allerbelangrijkste. Dus eh, zaken waar wij als Wonderweb als, als Benelux eh, weinig mee kunnen. Dit zijn de drivers voor u. Eh, en, en we zien hier inderdaad die, die, die klant die voor een deel bepaalt waar we naartoe gaan... Wat, uh, wat er gekozen moet gaan worden. Nogmaals, ik denk dat dit, want dit is een onderzoek naar producenten toe. Ik denk dat de producenten dat op dit moment mogelijk nog een stukje uh, te laag inschatten. Ik denk dat wanneer we met, met de marketingafdelingen van diezelfde bedrijven gaan praten, dat ze dit als een veel belangrijkere reden voor energiebeheer uh, uh, kennen. Nu, het maakt niet uit. Er zijn een aantal van de, van de zaken die in ieder geval uit het onderzoek naar voren komen. En automatisch in datzelfde onderzoek kwam dan de volgende vraag: van, ja, wat zijn dan die uitdagingen? Waar heb jij problemen? Waar kan het fout gaan? Nou, en dan, dan zie je gewoon dat, dat, dat uh, men heeft data, maar in verschillende bronnen. Men kan er niet mee, mee uit te voeten. Uh, men heeft geen manier om die informatie op een zinvolle, slimme manier weer te geven. Kortom, er zijn een aantal redenen die, die u zouden kunnen tegenhouden om energiebeheer te gaan doen. Maar het zijn, denk ik, droge redenen. Het zijn redenen die heel makkelijk en eenvoudig op te lossen zijn. De meeste van de data heeft u al. Laten we daar eens mee beginnen. Gewoon dat wat u heeft in kaart brengen, daar iets mee gaan doen. En daarna gaan we verfijnen. Daarna gaan we met hulp van, van, van specialisten, specialisten van Schneider Electric bijvoorbeeld, gaan we zoeken naar, oké, okay, en waar liggen dan die volgende stappen? Dat is dus heel erg belangrijk... Waarom wordt het doorgevoerd en, en waar loop je dan tegenaan? Nou, hetgeen wat nu gearseerd is, dat zijn die gebieden waar wij, in ieder geval, als onderwerp Benelux, een stuk uh, kunnen en, en, en graag willen helpen. Bon, dat gezegd hebbende, dat is theorie. Dat zijn onderzoeken, dat zijn vragen, dat, dat zijn rapporten. En rapporten zijn heel geduldig. En, en als je er maar een heel groot rapport van maakt, dan wordt het nog belangrijker ook. Ik denk dat het heel goed is om eens heel even over te gaan naar de praktijk. En, en in die praktijk te gaan kijken en luisteren wat bijvoorbeeld bij Barry Callebaut uh, uh, de redenen zijn om dit uh, te gaan toepassen. Wat de, de, de strategie van deze organisaties, is, hoe energiemanagement daarin past, enzovoort, enzovoort. En daarvoor, Bram, wil ik jou graag vragen om uh, het sokje over te nemen, letterlijk en figuurlijk, en, en uh, de presentatie vanuit jouw organisatie kort toe te lichten. Wat betekent energiemanagement in het geheel en, en specifiek in de praktijk? Ja, dankjewel voor deze mooie inleiding Erik. Uh, laat ons even over het energiemanagementsysteem bij Barry Callebaut spreken en hoe dit kadert in onze Forever Chocolate doelstellingen. De groep Barry Callebaut, voor zij die ons nog niet kennen, wij maken per jaar een kleine 1,8 miljoen ton chocolade waar een, uh, ondertussen 11.000 medewerkers zich elke dag zeer enthousiast inzetten in onze 5, 56 fabrieken wereldwijd. En we verbruiken daarbij een 2500 verschillende soorten raw materials. om voor jullie de beste chocolade ter wereld te kunnen maken, natuurlijk. Mm -hmm. Nu, sustainability is voor ons een heel belangrijk topic. Uh, dit is eigenlijk ook iets wat met de komst van onze nieuwe CEO Antoine de Saint-Afrique. centraal in onze, doelstellingen, in onze strategische doelstellingen is opgenomen. En we noemen dat. Uh, Programma. Die doelstellingen worden gekaderd in, een, uh, in het Forever Chocolate programma. En Forever Chocolate bestaat uit vier pillars. De eerste gaat over het uh, garanderen van child labor free chocolade. Kinderarbeid is natuurlijk voor iedereen iets wat absoluut ongewenst is in, uh, in chocolade. Het gaat erom over om dit te kunnen gaan garanderen, te gaan controleren in de bush, uh, in de, de plantages in Afrika. Dat daar wel degelijk geen kinderarbeid aan te pas komt bij het produceren van cacaobonen die in onze producten terechtkomen. Het gaat er ook over uh, zorgen dat er binnen 40, 50 jaar voor onze toekomstige generaties nog steeds chocolade zal, zal zijn. Daarbij is het ook heel belangrijk om de, uh, de boeren op de plantages te gaan ondersteunen, zorgen dat zij een correcte prijs betaald krijgen voor de cacaobonen die zij produceren, maar dan ook gaan helpen om de yield van de plantages te maximaliseren. En daarnaast ook hen uh, tools aan te reiken om ook andere producten te gaan uh, verwerken op die plantages. Zodanig dat zij een, uh, een goed en, en uh, comfortabel bestaan kunnen, kunnen leiden. Climate change is ook een enorme challenge, uitdaging voor Barry Callebaut. Uh, ik las gisteren nog een uh, rapport dat gepubliceerd werd door het World Economic Forum. Dat chocoladeproductie de komende 40 jaar zwaar onder druk zou kunnen komen te staan bij opwarming. Cacaoplanten zijn heel gevoelig aan temperatuurvariaties. Wat dat betreft, is energie en uh, CO2-uitstoot ligt ons heel nauw aan het hart. Uh, en hebben we daar ook onze derde pillar aan gekoppeld. Wij willen tegen 2025 volledig carbon positief worden. Dus dat wil zeggen dat we minder CO2 gaan uitstoten dan wat we terug absorberen door onder andere uh, bossen extra, dus extra bossen te gaan aanplanten, maar absoluut ook in te zetten op energiemonitoring. En minimaliseren van energieverbruik in onze processen, waar EMS, energiemonitoring, natuurlijk een uh, centrale rol in zal spelen. En tot slot willen we ook zorgen dat de producten die we van onze leveranciers sourcen, denk maar aan die 2500 verschillende materialen die in onze chocolades gebruikt worden, dat die ook op een sustainable manier geproduceerd worden, om uh, ervoor te zorgen dat we forever chocolate kunnen gaan, uh, gaan produceren. Goed, Laten we even gaan kijken dan naar EMS, het energiemonitoringssysteem dat we binnen Barricalla op dit moment gebruiken en ook wereldwijd aan het uitrollen zijn. Nu, ik moet zeggen, energiemonitoring is ook niet nieuw voor onze groep, dit is iets wat we al jaren uh, doen. Maar we merkten toch met het, uh, de producten die we tot nu toe gebruikten dat daar een aantal limitaties aan waren. Uiteraard de technologie staat niet uh, stil en wij wilden ervoor zorgen dat we daar maximaal op kunnen inzetten. Er komen ook meer internationale standaarden, denk maar aan de ISO 50001 die ervoor uh, die vereisen dat wij onze rapportage- en energiemonitoring op een professionele manier kunnen uh, verder zetten. Daar zijn vier verschillende uh, ja, laat ons zeggen functional requirements die ik even extra in de verf wil zetten in dit product. Het eerste deel zal gaan over transparent um, en duidelijke clear metering configurations. Het gaat er eigenlijk over om de data op een heel transparante en eenvoudige manier te kunnen gaan collecteren. Stap 1 is altijd natuurlijk de data verzamelen. 2 en 3 gaan hem over de data-analyse. Energie komt in heel veel verschillende vormen en kleuren voor. We gebruiken voornamelijk elektriciteit, gas, stoom, maar ook uh, warmtewisselaars en uh, andere energievormen, hebben allemaal hun eigen unit of measure. En ook daar willen we voor zorgen dat de analyse uh, op een eenvoudige manier kan gebeuren door efficiënte unit of measure conversion. Vervolgens is context bijzonder belangrijk. Energiedata is maar een deel van de puzzel om het probleem op te lossen. Daarvoor hebben we een aantal um, ja, functionele ontwikkelingen gedaan in het product of laten doen om ervoor te zorgen dat we dit op een efficiënte manier kunnen uitvoeren. En tot slot uh, willen we natuurlijk de data die in het platform zit op een flexibele en gemakkelijke manier aan onze eindgebruikers ter beschikking kunnen stellen. Uh, laat het duidelijk zijn dat data op zich zal nooit waarde brengen. Je moet er iets mee kunnen gaan doen. En als het moeilijk is om de data uit het systeem te halen, dan is de kans dat er verbeteringen zullen gebeuren bijzonder beperkt. Okay, het clear en transparent uh, reporting, of het uh, configureren van het platform, bestaat er eigenlijk uit dat we in EMS gevraagd hebben om twee metertrees te hebben. De meeste producten die wij op de markt tot nu toe gevonden hadden, hadden slechts één meter -tree. en Het nadeel is dat uh, op die manier de configuratie van de meters vaak heel complex en verwarrend kan zijn. Er zitten heel veel berekeningen op de achtergrond die het moeilijk maken om validatie te doen. We hebben ervoor gekozen om in onze source tree een weergave te maken van hoe dat onze energiemeters in de field werkelijk geïnterconnecteerd zijn. Denk maar aan het één voor elektriciteit. Uh, in die context willen wij er eigenlijk voor zorgen dat we de elektriciteitsmeters gaan structureren in een tree die perfect de werkelijkheid volgt. Terwijl jij een slokje drinkt, misschien een goed moment om heel, heel even kort in te breken. Uh, ik, ik zie de eerste vragen al binnenkomen. voor diegenen die nieuw zijn in dit, in, in dit, uh, in dit event, in, in, in dit webinar. Uh, rechts onderaan op het scherm is er een oranje knop. Als je daarop drukt, kunt u een vraag stellen. Die vraag die komt. Na een kleine filtering door de redactie hier achter de schermen, komt bij mij op het scherm. En daar kunnen wij dus ook op dat moment live antwoord op geven. Dus als u een vraag heeft over het verhaal. En sorry, Bram, dat ik je heel even onderbreek. maar ik had dit aan het begin moeten doen. Mijn fout. Als u een vraag heeft, als u iets ziet waarvan u zegt. hey, verdorie, daar wil ik meer van weten. druk even op die oranje knop. en dan komt de vraag de studio in. en kunnen wij ter plekke met de experts hier aanwezig. daar een antwoord op geven. Bram, sorry, ga even. Nee, Geen probleem. Ja, als er vragen zijn, beantwoord ik die natuurlijk heel graag. Um, dus goed, om even terug te komen, de uh, source tree is dus een, uh, een mogelijkheid om onze meters te gaan organiseren zoals ze zich werkelijk in de field geïnterconnecteerd zijn. In een ideale wereld zou die natuurlijk perfect overeenkomen met de processen. In werkelijkheid is het natuurlijk niet zo. Dat zou een veel te dure kost met zich meebrengen. En daarom hebben we gevraagd om ook een activity tree eh, te hebben in het systeem. Activity tree bestaat eigenlijk uit een ISA 95-structuur van de fabriek, waarbij dat we beginnen met een totale plantmeter, waaronder dat meters gecreëerd worden voor de departementen die dan opgesplitst worden in productielijnen en vervolgens equipments. Elk van die niveaus in die activity tree stellen eigenlijk een virtuele meter voor. En dan vervolgens zullen de meters die je al geconfigureerd hebt in je source tree toegewezen worden aan de processen. In sommige gevallen zal dat 100% zijn, als die effectief één op één gelinkt worden aan een equipment of een productielijn. Maar in veel gevallen, zeker voor common utilities, Ga je een opsplitsing willen maken tussen de energiemeters die in de source tree zitten en die aan, proportioneel aan verschillende processen toewijzen. Op de slide kan je ook uh, zien, als je dan een van die meters selecteert die aan een proces toegewezen zijn, kan je ook zien in welke andere stappen van het proces dat die terugkomt. En zo kan je ook gemakkelijk de, de balans gaan checken. Op die manier kunnen we enerzijds energieverbruik per proces gaan opvolgen, maar anderzijds kunnen we ook met onze meters in de source tree, die ook virtuele meters creëren, gaan kijken wat de energiebalansen zijn. Kunnen we gaan checken dat de meters die uh, alle verbruiken weergeven, dat die wel degelijk overeenkomen met onze import en dergelijke meer. En zo in maandrapporten een, uh, een duidelijke balans weergeven. Bram, betekent dat, als ik het goed begrijp, dat, dat, dat je dus niet in eerste instantie zegt, ik ga overal meters wegzetten. Nee, je pakt gewoon de meetpunten die je nu hebt en je gaat daarna in die stappen waar je nog geen meter hebt zitten, ga je een, een soort verdeling doen. 20% naar, naar die machine, 30%, om een eerste analyse te kunnen maken om dan daarna te beslissen van ik ga daar wel degelijk ook meetpunten definiëren. Zo begrijp ik het. Absoluut, ja, dat, is, dat is ook heel belangrijk. Het systeem is zo opgezet dat we naarmate dat er meer meters toegevoegd worden, dat dat ook op een eenvoudige manier kan gebeuren. Enerzijds, en anderzijds, het heeft natuurlijk geen zin om energiemeters te gaan plaatsen waar de kost van een energiemeter hoger is dan bijvoorbeeld wat je op 20 jaar tijd aan energie kan, kan besparen. Dan allee, heeft het geen zin om daar, daar geld aan uit te geven. Dus dat is ook natuurlijk belangrijk om mee in rekening te houden. Maar dat neemt niet weg dat het maken van berekende en virtuele meters wel kan helpen om bepaalde inzichten te krijgen in, uh, ja, in het energieverbruik, zonder dat je daar noodzakelijk telkens een dure meter voor hoeft aan te kopen. <tus> Goed, het volgende dan gaat dan over de unit of measures. Uh, ik ga eerder al aan dat er heel veel verschillende vormen van energie zijn die we met elkaar willen kunnen vergelijken. Wij zetten typisch al onze energie om in kilowattuur. Voor elektriciteit is dat eenvoudig, dat is hetgeen dat de meeste meters ook rechtstreeks aanleveren. Voor gas en stoom en andere energievormen is dat heel vaak meestal niet het geval. Daarinboven is de uh, calorische waarde van het gas dat wij binnennemen ook niet elke maand hetzelfde. En via de Unit of Measure tool kunnen wij voor bepaalde periodes een bepaalde conversiefactor ingeven. En dat maakt het dan mogelijk om op het einde vergelijken te maken tussen verschillende producten, waarbij appelen en peren, kilowattuur, kubieke meters per uur en uh, kilogram bijvoorbeeld, allemaal omgezet worden met hun conversiefactor binnen die periode naar dezelfde vorm van, uh, van energie. En dat maakt de analyse natuurlijk des te gemakkelijker en transparanter. Vervolgens context. Energiedata op zichzelf is natuurlijk interessant en kan ons al heel wat inzichten uh, aanleveren. Maar het wordt pas echt interessant als we de link kunnen gaan maken met onze productieprocessen. Wij zijn bij Baricallaboud bezig met het uitrollen van een MES-systeem, wat onze, een, een, een schat van data ook oplevert over onze productieprocessen. En die linken met energie, dat is eigenlijk waar dat wij de grote meerwaarde van, uh, van energieanalyse kunnen gaan, uh, gaan zien. Typisch wordt, euh, zonder die link te leggen, kan je wel iets gaan vertellen over wat is mijn specifiek energieverbruik, hoeveel kilowattuur per ton ga ik gaan verbruiken, maar hoeveel heb ik nu precies voor elk werkorder gebruikt? Wat is het verschil tussen mijn verschillende recepten? Dat was vooralsnog bijzonder moeilijk om die analyses te maken. En door de link te maken met MES hebben we daar eigenlijk een, een oplossing voor, voor gevonden. Dus goed, we hebben de data verzameld, we hebben de data... Analyse tools opgezet, maar nu moeten we werkelijk de analyse gaan doen om mogelijke besparingsopportuniteiten te gaan identificeren. Daar zijn een aantal tools voor ter beschikking. Alle energiemeters, zowel de fysieke als de virtuele meters, zijn allemaal te raadplegen via de uh, Wonderware Client, de Historian Client. Uh, zo, zowel via de Excel-plugin als via de, de tool. Dus daar kan je bijvoorbeeld een, uh, een virtuele meter gaan oppikken van productielijn 1 zowel voor het gasverbruik als voor het, 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 het elektriciteitsverbruik en in real-time volgen wat er op die lijn gebeurt. Zo is er ook een elektriciteitsmeter die het verbruik van de volledige fabriek met zich meeneemt, maar je kan ook per equipment gaan kijken. Dus dit maakt het eigenlijk heel gemakkelijk om in detail in te gaan zoomen op het energieverbruik van de verschillende processen. Maar dat is natuurlijk nog altijd beperkt. Probeer maar eens twee drie maanden aan data. Te gaan analyseren via historien, dat is niet gemakkelijk. En daarom hebben we uh, gebruik gemaakt van Manufacturing Intelligence om de link te maken en die data van uh, MES en EMS op een heel transparante manier uh, voor te stellen. Je ziet hier bijvoorbeeld een, uh, een boxplot staan, waarbij uh, al onze productieorders samen weergegeven worden. Een uh, boxplot is hetgeen wat de kijker onderaan het scherm ziet. Hè? De, de... De bolletjes met de streepjes en de, enzovoort. Ja, enzovoort. Dat, is, dat is inderdaad correct. Okay. Dus op, de, op deze boxplot zie je op de onderste lijn op de x-as de verschillende recepten staan die um, binnen een bepaald proces gemaakt worden. En de uh, x-as geeft het energieverbruik weer. En elk bolletje komt overeen met één uh, workorder, één procesorder. Dus de data die je hier ziet is eigenlijk een kleine 2000 workorders die... Op een a 4 kunnen heel transparant kunnen weergegeven worden. En dat laat toe om uit de processen reeds een aantal conclusies te trekken. Je kan gemakkelijk verschillende productielijnen met elkaar gaan vergelijken. Elke kleur komt hier in deze plot overeen met een andere productielijn. Dus je kan al zien dat daar een aantal uh, verschillen tussen, uh, tussen bestaan. We zien ook als we de, uh, op de grafiek rechtsbovenaan de Rate, de productierate in functie van het energieverbruik gaan plotten dat daar een heel duidelijk lineair verband bestaat. Dat is natuurlijk heel positief want wij zetten ook natuurlijk in op OEE verbetering, maximaliseren van throughput en uh, benuttingscapaciteit van de verschillende productielijnen. Je ziet ook heel duidelijk dat dit een, een enorm groot effect kan hebben op de specifieke energieconsumptie, de kilowattuur per ton kan zelfs met een factor 3 naar omlaag gaan door uh, efficiënter te gaan, te gaan opereren. Uh, en wat natuurlijk heel krachtig is euh, met manufacturing intelligence, is het handig om in te zoomen op verschillende processen. Stap 1, door alle data algemeen weer te geven, kan je een beeld vormen van waar dat er mogelijke opportuniteiten zijn om energie te gaan besparen. Maar je wil dan natuurlijk gaan inzoomen van waar willen we nu op gaan, gaan focussen, waar valt er iets te besparen. Je kan dan doorklikken bijvoorbeeld op een bepaalde productielijn. En binnen die productielijn kan je dan op de boxplot zien dat... Bijvoorbeeld het uh, vijfde recept van links te beginnen zien we heel wat variatieën. Dat is een recept dat we ook heel vaak draaien in dit uh, concrete geval. Wat dan voor onze engineers zeer interessant is, is te gaan onderzoeken die uh, orders die helemaal bovenaan in de boxplot staan, hoe verhouden die zich, wat is er anders met de boxplot uh, orders die onderaan uh, stonden. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat al onze orders net dat tikkeltje efficiënter gaan zijn en minder energie gaan verbruiken. Het is daar eigenlijk dat het... Op neerkomt. Bram, als ik als. Ik, ik, ik ben slechts chocoladegebruiker uh, en, 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 en geen producent. Als ik naar de bovenste bolletjes kijk, dan, dan, dan zie ik heel veel waarden, heel veel badges die heel dicht bij elkaar liggen. Uh, maar dan zie ik ook een aantal bolletjes die zich daar ver vandaan. Dat, dat zijn de outliers, dat zijn de afwijkingen. Ja. En die wil je eigenlijk ook weten natuurlijk van, van waarom hebben we in die badge of meer of minder energie verbruikt. Klopt, ja. En, en het is ook heel belangrijk om te begrijpen waar, wat veroorzaakt die, die outliers. Um, het kan soms ook zijn, en dat is ook belangrijk om mee te geven, data is ook niet altijd even accuraat. Je moet zeker rekening houden met het wegfilteren van outliers, dus het kan best zijn, in, in dit concreet geval, dat die outliers uh, niet representatief zijn voor het dagelijkse proces, en dan is dat ook belangrijk om, uh, om te weten uiteraard, maar uh, de algemene trend is, is heel duidelijk en het is dat eigenlijk dat, dat, um ja, een belangrijk inzicht in de processen kan leveren. Ik wil zelfs meer zeggen, de data accuracy is iets wat ook een, een belangrijke uitdaging is, het valideren van data, het valideren van meters, is, uh, is ongelooflijk belangrijk. Um, als je de foute data hebt, kan je onmogelijk de juiste conclusies trekken, hoewel dat dit soort verbanden, die ook kunnen fysisch verklaard worden, geven wel een inzicht dat zelfs al is de absolute waarde van de data niet 100% correct, wat soms gebeurt, toch kan je aan de hand van de, de trends uh, en de relatieve uh, patronen, toch opportuniteiten gaan identificeren om energie te gaan, uh, te gaan besparen. Goed, dus ik denk dat het, uh, het belangrijkste eigenlijk is dat uh, aan de hand van, van dergelijke systemen dat wij heel transparant inzicht kunnen krijgen in ons energieverbruik. En dat ook op een eenvoudige manier aan onze eindgebruiker ter beschikking te stellen. Ik denk dat dat nog een van de, de belangrijkste zaken is. Als het heel complex of heel moeilijk is om de analyse te doen, als wij onze gebruikers zouden vragen om manueel al die processen te gaan, uh, te gaan vergelijken, gebeurt er niks met de data en ben je het misschien een half jaar bezig om uh, een conclusie te trekken. Door visualisatietools te gaan gebruiken, door de data structureel weer te geven, kunnen wij eigenlijk heel snel tot... Uh, tot al interessante ver verbanden en resultaten komen. De volgende stappen, wat uh, energiemonitoring betreft, is dan uh, ook om. Al de data die we op die systemen hebben, om die te gaan combineren met alle mogelijke uh, ja, parameters die daar invloed op kunnen hebben. We verzamelen de data op een structurele manier in ons EMS- en MES-database, maar die kan dan ook nog eens gelinkt worden met meteorologische parameters en andere procesparameters. Denk maar aan variatie in, uh, in materials, die ook mee in rekening kan genomen worden. Het is precies daardoor dat we inzichten kunnen krijgen in wat nu precies ons energieverbruik beïnvloedt uiteindelijke doelstelling is om voor de verschillende recepten golden standards te gaan uh, bepalen. Wat is een realistisch energieverbruik voor een bepaald recept? Zodanig dat aan de hand van real-time dashboarding uh, kan weergegeven worden wanneer energieverbruik de, uh, ja, de, de standaarddoelstelling begint te overschrijden. Met als uiteindelijk doel om daar zo snel mogelijk op te gaan reageren. Het gaat dan over predictive response in de toekomst, daar waar... Het energieverbruik meestal pas geïdentificeerd werd na de feiten willen we eigenlijk gaan zorgen dat er voordat de energieverbruik te hoog ligt dat er al kan gereageerd worden door de operators Uiteindelijk, Het uiteindelijke doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat we in de toekomst binnen 40-50 jaar nog steeds van lekkere chocolade kunnen genieten save the earth it's the only planet with chocolate denk dat dat vat het valt heel mooi samen hebben jullie wetenschappelijk onderzocht er zijn geen andere planeten waar waar Cacao, hoe spreek je het uit? Is het cacao? Cacao, of, of? ja. ja, ja. Uh, te vinden is dus. Voilà, dat is de enige oh, planeten die we gevonden hebben zijn de, de Trappist-planeten, die uh, recent ontdekt zijn, maar vooralsnog geen okay. chocolade, ja. helaas. Heel, heel duidelijk, uh, dankjewel, Ram. Uh, een paar zaken. Uh, ik begreep dat jij ergens in, in het traject. zeg je van oké, okay, we gaan fabrieken ten opzichte van elkaar afzetten. en Niet alleen de machines per locatie, maar ook fabrieken ten opzichte van elkaar afzetten. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat een, een fabriek in, 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 in België of een fabriek in Brazilië uh, dat daar externe factoren ook nog mee spelen. Denken jullie er ook aan om, om zaken als dus weersinformatie, KMI-informatie, Toe te voegen aan, aan jullie analyses om ook daar een juiste vergelijking te maken? Ja, absoluut. Dus het, het is natuurlijk ook uh, pas op het moment dat de data op heel veel verschillende fabrieken beschikbaar is, dat de grote meerwaarde van, uh, van een dergelijk product uh, bovenkomt. We maken hetzelfde recept vaak op verschillende productielijnen. Daar analyses op gaan doen en kijken hoe verhoudt de productie op lijn A zich ten opzichte van lijn B. Kan opnieuw inzichten leveren hoe we die, diezelfde chocolade, dezelfde kilo chocolade of cacao. op een efficiëntere manier kunnen, kunnen gaan maken. Dus zeker en vast. En het meteorologische gedeelte is daar natuurlijk ook een, een belangrijk ja. aspect in. We proberen alle data in één centrale database nu te verzamelen. Zodanig dat we nadien gemakkelijk big data platformen, big data tools kunnen gaan gebruiken. om naar verbanden te zoeken in de data. Dan, dan zie ik hier een vraag en, en Jos, ik hoop dat ik je achternaam goed uitspreek, Jos Greven. Uh, die geeft aan uh, in de twee meter trees, hè, source en activity, en als ik me goed kan herinneren, source, dat, dat zijn de meters, activities, dat, dat, dat zijn de processtappen, ISA 95, uh, wat daarop doet. Uh, is dat standaard functionaliteit of hebben jullie dat zelf uh, speciaal ontwikkeld? Ik geloof dat het nu standaard functionaliteit is, correct me if I'm wrong, maar het was iets wat we vooralsnog niet terugvonden. Dat was eigenlijk ook een van de redenen dat we naar jullie gestapt zijn met de vraag van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we daar meer transparantie in krijgen. En daar is die Double Meter Tree het resultaat van geworden. Ja, het, is, het, is, het is grappig, want inderdaad, dat is in, het, in, in de oplossing opgenomen, bewust omdat dat... Cruciaal is. Ik bedoel, alleen de meters is gewoon niet voldoende. Je, je wil meer. Je, je zult dat moeten opdelen. Je zult virtuele meters moeten maken. Enzovoort. Enzovoort. Om, om dat te kunnen realiseren. Oké, okay, uh, Jos. Ik hoop dat daarmee jouw vraag is beantwoord. Mocht die vraag uh, nog andere vragen oproepen? Ik zie ze hier verschijnen. Uh, mits je door de ballotagecommissie komt natuurlijk. Uh, dus dus ik, ik druk die vraag heel even weg. Uh, we hebben het gehad over, over gegevens uh, met betrekking tot uh, weer. Dus die hebben we ook benoemd. Uh, een, een vraag van. van een van de kijkers die zijn naam uh, liever niet wil delen, uh, is het besparingspotentieel van 25%, zoals dat in het begin is benoemd, uh, denk je dat dat ook reëel is voor een, een bedrijf als Barry Callabout? En ik kan me voorstellen dat we ergens op een terrein komen waar je zegt van, nou, daar kan ik even geen antwoord op geven, of ik, ik ken het antwoord, maar ik, ik kan het niet delen. Maar is dat iets wat jullie ook denken, dit, dit, los van het sustainability, en ik denk dat dat... Waanzinnig sterk is in, in jullie strategie. Uh, maar, maar denk je ook dat je daar nog energie mee gaat besparen en dan in die reeks van 25 procent? Ik denk exacte percentages is zeker moeilijk om op dit moment uh, een getal op te plakken. Maar we, we merken wel, als je kijkt naar uh, variaties in het energieverbruik per recept, dat die soms een factor 3 kan zijn, dat geeft wel aan dat daar mogelijkheden tot besparing zijn. Uh, daarnaast merken we ook dat uh, andere aspecten, zoals het energieverbruik tijdens stilstand, daar sneller op gaan reageren. Dat uh, uh, heeft ook een heel groot potentieel. Dus, misschien is, is het moeilijk om, om daar echt concrete getallen op te plakken, maar dat er besparingspotentieel is, dat is wel duidelijk. En, en, en een van de besparingen, als ik heel goed heb opgelet, was het feit dat als de productie wat sneller draait. Verbruik je minder energie. Hè? Dat, dat, dat meen ik in, in het overzicht hebben gezien. Dus het is gewoon een kwestie van de gaslijnen lopen draaien bij Kalpout bij en al haar fabrieken. In dat geval spreek je een stuk van een win-win situatie. Als de processen efficiënter en, uh, en sneller draaien, ga je natuurlijk ook meer produceren, wat goed is voor de, voor de business in het algemeen. En op top of dat ga je nog een stukje minder energie verbruiken. Dus ja, daar kan je absoluut niet tegen zijn. En daar wordt ook sterk op ingezet om ook daar te zorgen dat stilstanden tot een absoluut minimum gereduceerd worden. Het voordeel is, als investeringen gedaan worden om, um, om daar iets aan te doen, is het soms heel moeilijk om dat echt precies te gaan kwantificeren. Dankzij uh, het gedegen ja, meten van je, je verbruik kan je daar ook achteraf... De, de, de juiste data tegenoverstellen, wat het dan ook opnieuw gemakkelijker maakt om dergelijke gelijkinvesteringen te gaan justifiëren in andere fabrieken. Dus daar speelt het ook zeker een rol. Oké, okay. en dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Tenzij er nog meer binnenkomen uh, van een Peter De Bruyne. Uh, welke oplossingen uh, zijn, genereren de, de, de data die jullie gebruiken voor jullie analyse? Dus, dus wat, zijn de bron, wat zijn de bronnen om waar jullie uiteindelijk jullie analyse uit uitmaken? Uit ja. Dus in de eerste plaats hebben we natuurlijk de EMS-engine waar alle meters in geconfigureerd worden, en via Orchestra de link maken met de energiemeters in, in de field. De uh, data wordt opgeslaan in Historian en vervolgens maken we gebruik van Intelligence om de link te maken tussen MES en EMS-data, die dan via de analytics-client die bij Intelligence um, inbegrepen zit, om die eigenlijk te gaan. Uh, de data te gaan weergeven. Oké, okay, perfect, Bram. Dankjewel. Ik denk dat dit een, een heel mooi beeld geeft van, van uh, wat de strategie is, waarom dat energie en sustainability in die strategie een heel belangrijk onderdeel uh, meemaken. En niet te vergeten: er is maar één planeet waar chocolade te vinden is. Dus, dus uh, reden te meer om, om daar met z'n allen heel erg hard aan te werken. Uh, goed, uh, ik, heb, ik zie nog een paar andere vragen staan, maar dat, die zijn een mooie inleiding denk ik naar, naar het vervolg. Uh, als we de volgende stap gaan zetten, en we zijn onszelf bewust geworden van uh, het feit dat dit moet, hè, en, en door dat te onderbouwen, door, door door metingen, door die informatie zichtbaar te maken en, en, en niet alleen vanuit een buikgevoel te, te opereren, komen we automatisch op de volgende stappen. Ga dan die verbeteringen doorvoeren. Ga die verbeteringen continu verbeteren. Leg de lat steeds hoger, et cetera. En dat is denk ik een heel mooi uh, bruggetje naar, naar, naar Olivier en, en, en zijn presentatie. Uh, en, en tegelijkertijd een vraag die ik hier binnenkomen, zie, binnen zie komen: is dat hoe kan ik inzicht krijgen in mijn laaghangend uh, fruit, uh, low hanging fruit in, in goed Nederlands, geloof ik. Uh, en, en, en hoe zouden we dat kunnen gaan vertalen in, in, in energiebesparingen? En misschien, Olivier, is dit een goed moment om, om jou te vragen om ja. ons mee te nemen in het vervolg, na de bewustwording, uh, van het feit dat er iets moet gebeuren. Ja, zeker, uh, inderdaad. Zelfs als we hebben opgemerkt dat uh, de bijgevoegde waarde van Wonderware was, uh, echt goed en groot was. Ik geloof dat uh, Schneider Electric uh, iets kan doen. Um, wat uh, wat, wat over ik over zal spreken is meer het uh, management programma. Uh, we hebben gezien dat uh, de, de industriëlen zijn heel uh, geconcerneerd door de energie efficiëntie. Um, bij GNR, we kunnen we onze klanten helpen uh, om beter een uh, commoditeit te, te kunnen kopen: uh, elektriciteit, gas. En uh, we kunnen ook de, de gegevens die verzameld zijn door Wonderware gebruiken om uh, advies te kunnen geven. Uh, wat we echt willen, is dat uh, onze klanten geloven dat uh, ze hebben een energiemanager op elke site. Um, het is heel belangrijk voor ons. We willen graag dat onze klanten uh, de focus uh, kunnen zetten op. Uh, een eigen activiteit en we zijn daar om te helpen om energieefficiëntieadvies te kunnen geven. Um, we, we geloven dat de, de gegevens, zelfs het is een groot aantal van gegevens, uh, het is niet altijd gemakkelijk voor een klant uh, alles te kunnen uh, begrijpen of gebruiken. En uh, voor dat te doen hebben we een uh, energiebureau, uh, die telt ongeveer uh, een dertigste ingenieur. Die kan uh, door de ervaring, omdat we hebben laten we zeggen ongeveer 4000 klanten ter wereld, uh, we kunnen uh, advies samenvatten en advies geven aan onze klanten. Alors, hoe kunnen we dat doen? Uh, we gebruiken echt de gegevens die uh, door Wonderware komen of door ons eigen meteringapparaat. Uh, we kunnen verdelen de, de, de activiteit tussen utility, energie en system performance. Uh, Waarom drie niveaus? Uh, laten we zeggen dat uh, we kunnen de, de data gebruiken, alleen maar door de, de factuur van de klanten uh, te kijken. Maar we kunnen verder gaan met wat we kunnen doen en we kunnen specifieke punten uh, identificeren om echt energie-savings uh, te kunnen doen. Um, hoe kunnen we dat doen? Uh, we hebben uh, ook onze eigen uh, software om de, de verschillende meteringmuten uh, te kunnen samen laten werken, uh, die noemt Resource Advisor en we, we kunnen uh, specifieke graf aan uh, onze klanten tonen en dat geeft ook ons de mogelijkheid om alle data in een centraal punt te kunnen hebben en die data kunnen gebruikt worden door onze ingenieur om advies te kunnen geven. Dus we spreken van uh, management reporting, performance scorecards en site- en system deep dives. Waarom? Nog drie niveaus. Uh, het is om uh, KPI te kunnen maken, om de verschillende sites te kunnen vergelijken uh, op uh, eenzelfde basis. Uh, dat is ook uh, voor, uh, die KPI te, door die KPI te maken. Uh, we geven de mogelijkheid aan onze collega's uh, echt het de, de proces van de, de, onze klanten te kunnen begrijpen. En uh, het is inderdaad heel belangrijk. Uh, ik heb van de, de, onze, onze ploeg van ingenieurs gesproken, die noemen wij Glo Globaal Energiebureau. Het is echt de, de, de laatste deel van het werk dat we, we kunnen aan een, een klant bieden. Uh, het is echt uh, de, de samenvatting van uh, elke ervaring dat we hebben met de klant gekregen om een uh, laten we zeggen een doel te zetten, uh, een, een, uh, een percentage van uh, de, de energiesavings dat we, we willen bereiken, samen met de klant. Uh, als ik moet een voorbeeld nemen, uh, we hebben voor uh, verschillende klanten, maar echt specifiek voor een, 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 een grote distributiewinkel hm? uh, gewerkt. Uh, we hebben met dat klant gesproken. Die klant uh, was al echt ook goed op de hoogte van de elektriciteit- en de gasmarkt en uh, had al um, 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 meten genomen om uh, energiesaving te kunnen doen. En, uh, maar hij voelt dat uh, hij wil Iets een beetje verder gaan. En um, zoals uh, met, uh, met u, Barikaal Boot, we hebben gezien dat uh, de, de processen voor uh, energiebesparing echt uh, goed was. Maar uh, misschien is het een, een, een goede opportuniteit voor mij, laten we zeggen, om, uh, om iets verder te gaan, om, uh, iets, om te kijken of uh, we mogen iets meer mogen doen. En uh, voor die klant, de klant is tegenover ons gekomen om van dat te wow. spreken. En uh, we hebben een target van 20% energiebesparing gezet. Tussen de vier jaar. En nu zijn we aan het derde jaar van het werk. En we zijn bijna aan 20%. Dus ik geloof dat zelfs als onze klanten en de grote kennis hebben van de energiebesparing wereld, we kunnen toch uh, iets doen. Oké, okay, perfect. Uh, als ik het goed samenvat, uh, dan dan er is een global bureau wereldwijd, de, ja. de hele wereld, waarbij jullie klanten helpen in het nadenken over energie en energiebesparing, het sustainable werken, de processen ook begeleiden, meetpunten definiëren. Ja, eigenlijk, ja. Hulp biedt aan die partij die graag bewust met, met energiemanagement bezig wil ja. zijn. Oké, okay, perfect. Dat, dat, dat gaat echt vanaf uh, energie aankoop en tot en met sustainability. Dus uh, we willen uh, niet een expert worden in het proces van de klant. Het is niet het doel, omdat we geloven echt dat de klant beter uh, uh, weet zijn proces dan ons. Maar bij uh, van, uh, met, met, uh, de aankoop te beginnen van de, de commoditeit, en dat, dat mag elektriciteit en gas zijn, maar dat mag ook uh, voor uh, sommige landen zelfs water zijn. Uh, we, we, zijn uh, we hebben de, de, de ervaring om een betere aankoop te kunnen doen en daarna, uh, de, door de, de meteringspunten uh, te kijken, we kunnen. Onze ervaringen gebruiken om uh, advies te geven. En dat gaat naar sustainability. Vergeef me dit, Olivier, maar ik, ik ben Nederlander, dus niet altijd even politiek correct. <laughs> een heel mooi verhaal. Wij komen langs, we gaan verbeteren, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk denk ik dan, er komt een consultant langs, die gaat uren rapporten schrijven. Ja. Die rapporten worden gepresenteerd. En na een half jaar heeft de klant een heel dik rapport. Ja. En dan, ik bedoel, wat heb ik daaraan? Zijn, willen jullie daar een stukje, stukje verdering aan? Zijn jullie bereid ja. als organisatie om te zeggen van, wij geloven in ons onderzoek. En we... Ja. in andere woorden. Ja, ik heb bedankt gezegd voor de nodiging, maar nu weet ik niet meer. Als ik moet dat doen met die vraag. Nee, echt. Het is echt een goede punt. Ja. Um... Er zijn op de markt uh, heel veel consultanten die, uh, die uh, advies willen aan klanten geven. Uh, ten eerste, we kunnen komen met referentie. Maar een referentie is toch cijfers. Ja. Maar wanneer we met een klant spreken, uh, we, we zetten altijd een, uh, een doel, een target. En uh, als dat uh, target smart is, uh, bereikbaar is mm -hmm. en uh, uh, dat. Schneider Electric en ook de klant akkoord gaat met uh, de, die target. Uh, we kunnen na de, 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 de duur van de, de tijd van de contract uh, kunnen we altijd zeggen dat we hebben de target hebben bereikt. En uh, als uh, we moeten dat met cijfers zeggen. U mm -hmm. zegt u bent van Nederlands en dus dat mag uh, echt niet politiek correct zijn. <laughs> maar, uh, de, 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 de waarde van de, de contract is altijd gebaseerd op de, de percentage dat we kunnen bereiken. En als we, we hebben een, een hoe zeg je dat in Nederlands, we hebben een obligatie van resultaat. Een, een verplichting. Een verplichting ja, van, ja, ja, ja. van resultaat. Een leveringsverplichting. Ja, ja. en uh, ons energiemanagementprogramma is echt gebaseerd op dit uh, verplichting van resultaat. Dus dus Heel simpel, uh, ik als klant kan bij jullie een opdracht wegleggen. Jullie maken niet alleen een heel mooi advies, ja. maar jullie zeggen ook gewoon, als je het niet haalt, spreken we nergens over. Als je het wel haalt, dan willen we graag meedelen in de winsten. Daar, daar komt het op neer. Na de eerste analyse en de ja, eerste gesprek perfect. met ja. de klant, we kunnen ja. altijd iets Knap. definiëren. Pet petje af, want heel veel consultants zijn inderdaad heel druk bezig met, met, met rapporten schrijven. Uh, zich vooral onmisbaar maken. Uh, en ik, nu hebben we er eentje te pakken, een organisatie te pakken die A wereldwijd dit doet en die gewoon inderdaad. Uh, hoe zeg je dat in het goed Nederlands? Put your money where your mouth is. Hè? Ik bedoel, leg het gewoon maar op tafel. Goed, uh, dat gezegd hebbende. Uh, deze stappen hebben we één voor één uh, mogen, mogen benoemen. De bewustwording, verbeter opstarten, enzovoort, enzovoort. Uh, en, en dan uh, ja, dat rest mij eigenlijk nog maar één ding. En dat is beide sprekers hier, Olivier Bram, jullie te bedanken voor, uh, voor, voor jullie aanwezigheid. Ik vond het een. een Hele leuke samenwerking. De praktijk. Uh, heel duidelijk toegelicht. En, en niet alleen theoretisch, maar ook van kijk, dit doen we nu. Dit zijn de dashboards die we gebruiken. Dan de volgende stap, hoe kunnen we daar verder in gaan? En een. Ja, ook weer in goed Nederlands een bold uitspraak, een, een sterke uitspraak in de vorm van: Oké, okay, en, en wij staan er ook achter. Hè, mm -hmm. Meer dan alleen in woorden. Dus dat, dat is heel erg mooi. Uh, rest mij nog u te bedanken, beste kijker. Leuk dat u erbij was. En uh, misschien als allerlaatste uh, nodig ik u heel graag uit voor het volgende webinar. Dat volgende webinar zal plaatsvinden op 28 maart aanstaande. Uh, waar wij op dit moment volop in, in, in overleg zijn met, met, uh, met Microsoft om u mee te nemen in de wolken. Om u mee te nemen in de cloud. Er zijn vandaag de dag een aantal leveranciers die alles in de cloud gooien. Een aantal leveranciers die dat ook niet even succesvol hebben gedaan. Daar zitten beperkingen aan. Wat wij 28 maart gaan doen, samen met Microsoft, is samen gaan kijken naar welke oplossingen kun je wel in de cloud kwijt, welke hebben wij daar draaien en welke blijken inmiddels succesvol te zijn. En daar zijn een aantal absoluut grote voordelen te behalen voor u. Als systeemintegrator voor u als, als, als klant. Um, en daarnaast gaan we luisteren naar waar Microsoft met zijn cloud naartoe gaat. He, cloud is key aan de, voor deze organisatie. En zij zullen u meenemen in wat daar gebeurt, waarom het gebeurt en enzovoort, enzovoort. Dus heel graag tot de volgende keer. En voor nu, dankjewel voor het kijken. Uh, namens ons gedrieën en graag tot de volgende keer.